SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Zaterdag speelt Urk zijn derde competitiewedstrijd in de derde divisie. Na twee succesvolle wedstrijden in voorgaande wedstrijden, overwinningen, nu tegen VVOG uit Harderwijk. De scheidsrechter van vanmiddag is mevrouw Soekroela en zij wordt geassisteerd door de twee heren die aan de zijkant staan. En daarnaast is onze pupil van de week, Adrie Dirk Kuyt. En Urk begon heel voortvarend aan de wedstrijd. In de eerste paar minuten kregen ze al 2-3 corners, maar het was VVOG dat in de tegenaanval heel gevaarlijk werd. Onder andere een schot aan de zijkant waarbij Urk de mogelijkheid had en Gert-Jan of Richard Strijker de bal op een goede wijze pareerde. Maar VVOG kwam weer terug uit een tegenaanval op een hele snelle manier en bediende daarmee de Gamarty. En Gamarty die was degene die ook de topscorer Lambert Rosien, de gevaarlijke spits van het VVG, bediende. Hij miste een open kans. Toen de aanval van Urk daar tegenover en een schitterende voorzet van Riekeld Nentjes, die tegendraads ingekopt werd door, jawel, Lucas Graal. En dat was de 1-0 voorsprong van Urk. En dat al in de 12e minuut van de wedstrijd. En dat betekende dat Urk een voortvarende start kende. Al was VVOG toch zeker ook niet minder gevaarlijk, maar Urk wel meer aan de bal. Toen de aftrap van VVOG in een hele open wedstrijd, waarin trainer Gert-Jan Karsten ook dit keer weer gekozen had voor dezelfde basisopstelling zoals de afgelopen weken. Want dat is een succesvolle formule gebleken met overwinningen. En dan uiteindelijk toch weer een tegenaanval van VVOG. Dat zeker door het spitsenkoppel Rosien en Jeremy de Graaf heel gevaarlijk was. Maar de verdediging van Urk hield stand onder leiding van, met name in het centrum, was dat Klaas Kramer. En zeker ook Johannes Schrijver. En dan is het in het einde van de eerste helft, waarbij langzamerhand Urk toch iets meer onder druk kwam te staan. En Jeremy de Graaf een schot van afstand. Maar de man die de laatste weken zo in vorm is, doelman Richard Strijker, die wist dat schot in ieder geval op een goede wijze te pareren. Een voorzet van de rechterkant. En dan wordt hij ingespeeld naar de middenvelder van VVOG naar de buitenkant. En is het weer Jeremy de Graaf die daar probeert de mensen uit te spelen. En dat lukt niet, want het is goed verdedigen daar. In eerste instantie wordt de bal nog een keer teruggelegd. En dan komt een afstandsschot rakelings langs de verkeerde kant van de paal voor VVOG. Maar wel aan de goede kant voor Urk. Dan is het uiteindelijk Riekert-Jan Brands die daar aan de zijkant bedient. Die eerst eventjes is het aan de zijkant nummer van Urk. Is het daar Lucas Graal die je bedient. Lucas Graal die dan niet de bal een goede voortzetting kan geven. En dan komt VVOG weer uit de verdedigende stelling. Dan een snelle omschakeling. En dan is het de vraag, maakt Lucas Graal hier een overtreding? En dan is het uiteindelijk toch de man die daar appelleert voor een strafschop. Dat is Dijkhoff van VVOG. Maar de goedleidende scheidsrechter die gaf hier in ieder geval geen 11 meter voor. En dan is het de scheidsrechter die wel even naar Gert-Jan Karsten gaat. Omdat hij een opmerking had gemaakt over al of niet een hensbal. Waar de scheidsrechter niet voor floot. Dan gaan we richting de rust. Waarbij Urk nog een hele goede mogelijkheid krijgt. Na goed storend werk van Klaas Romkes. Die de goede mogelijkheid krijgt. En alleen op doelman Hogewoning afgaat. Maar hij mist omdat doelman Hogewoning zijn doel op een prima wijze verkleint. En zo blijft de stand bij rust 1-0. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Dan komen beide ploegen ongewijzigd uit de kleedkamer. En dan zit in die 1-0 voorsprong voor Urk. Een hele mooie crosspaas op Riekeld-Jan Brands aan de buitenkant. En een voorzet op Lucas Nagel. Maar die raakt de bal niet goed. De bal gaat voorlangs. En Urk in dat eerste half uur van de tweede helft, de bovenliggende ploeg en goed gebruik maken van de ruimte. Zoals met Lucas Graal. Passeert een man aan de binnenkant. Schiet ook, maar ook deze bal gaat voorlangs. En is het VVOG dat zich zeker nog niet gewonnen heeft. En is het een mooie paas naar de buitenkant op Dijkhoff. Die schiet, maar de bal gaat hoog over het doel van Richard Strijker.
VVOG opnieuw in de aanval, maar een goede onderschepping van Urk. En dan is het de man of the match later, Lucas Graal, die opnieuw een mooie ruimte ziet en de bal nog een keer teruglegt. Is het uiteindelijk de bal bij Jan Ras. Jan Ras een mooie paas op naar de buitenkant komt hij. En dan is het uiteindelijk toch Lucas Graal die de bal aan de binnenkant van de paal raakt. En dan komt de voorzet opnieuw van de invaller Hesselsnoep op Rietelt Neentjes. Die draait en die keert. En dan passeert hij de hoge woning in de verhoek. En leidt Urk met 2-0. En een verdiende voorsprong op dat moment naar de vele mogelijkheden die ze in het begin van die tweede helft zichzelf hebben weten te creëren. Hier de herhaling nog een keer waarbij Rietelt Neentjes die bal keurig in de verre hoek speelt. En is het VVOG dat probeert de aanval te zoeken. Maar de verdediging van Urk die geeft op dat moment geen krimp. En is het, die staat als een huis ten opzichte van dat gevaarlijke spitse duo. Waarbij Rosien hier nog een keer de buitenkant van de paal raakt. Maar verder komt VVOG op dat moment zeker niet. En Urk kan in alle rust weer een aanval gaan opbouwen over de rechterkant. Mooie steekpaas op Klaas Romkes. En Klaas Romkes stift die bal op een schitterende wijze over doelman Hoge Woning heen. En zo leidt Urk naar 3-0. En dat is eigenlijk een doelpunt waarbij je zegt van ja, dat is misschien wel de beslissing in de wedstrijd. Waarbij Urk wat nonchalanter ging spelen. Zo van deze wedstrijd die hebben we wel gewonnen. En komen er toch wat mogelijkheden voor VVOG. Al ontstaat er natuurlijk nog ruimte. Zoals net Klaas Romkes aan de buitenkant nog een keer de mogelijkheid krijgt. Legt die bal terug op Hesselsnoep. Hesselsnoep speelt. Oh, en dan de bal gaat hoog over het doel. En na ruim 70 minuten spelen in die tweede helft leidt Urk een comfortabel met 3-0. Opnieuw een mooie aanval waarbij nog weer de bal hoog overgaat. En dat is de zoveelste kans die niet benut wordt. Het had in dat moment toch ruimer kunnen zijn dan de 3-0. Maar Urk kon vrij uitvoetballen. En VVOG probeerde toch nog wat te doen aan die 3-0 achterstand. Waarbij de aanval over de linkerkant gaat. En natuurlijk op zoek naar Jeremy de Graaf en op zoek naar de Rosien, waarbij Rosien hier nog een keer de bal krijgt. En dan is het uiteindelijk Richard Strijker die zijn inzet op een goede wijze pareert. En dan gaat Urk toch gebruik maken van de ruimte die VVOG achterlaat. Want ze willen toch iets doen aan die 3-0 achterstand. Waarbij Urk die ruimte nu benut via de invaller Andreas Genodde. Die alleen voor doelman Hoge Woning net te veel tijd nodig heeft om de voorsprong te vergroten naar 4-0. En zo gaan we langzamerhand naar het einde van de wedstrijd. Waarbij VVOG toch nog probeert om wat te doen aan die achterstand 3-0. En de eer probeert te redden. En daar is het de grote verdediger Bruce Luca. Die paast op Mats Zwart, de invaller. En die redt de eer voor VVOG. Maar meer dan dat, dat zat er voor VVOG ook niet in. En Urk kon vrijuit naar het einde van de wedstrijd spelen. En dan is het in ieder geval de derde overwinning op rij als debutant in die derde divisie. En dat is toch een hele grote verrassing. En dan gaan we nu luisteren naar de slotanalyses van trainer Gert-Jan Karsten. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Helaas is de trainer van VVOG niet meer aanwezig, Dwight Lodewegers. Maar het verhaal van Gert-Jan Karsten is natuurlijk belangrijk. Ja, Gert-Jan, het houdt niet op, hè? Nee, gelukkig niet. En als je dan kijkt naar de wedstrijd, zo'n eerste helft waarbij Urk meer balbezit had en ook op een voorsprong kwam door Lucas Schraal, mooie kopbal. Maar voor hetzelfde geld stonden jullie in de 9e minuut met 1-0 achter naar die hele grote kans van Rosien. Ja, maar wij denken nog steeds dat de tegenstanders niet kunnen voetballen, maar dat kunnen ze wel. Dus dit was gewoon, VVG was gewoon een goede ploeg, dat is één. Twee, die hebben zich slim versterkt met lopende mensen vanuit het middenveld. Dus je ziet elke keer breedte loopactie, buitenspelers die kruipen naar binnen en dan duiken ze achter onze laatste lijn. Wij kunnen dat beter oplossen, denk ik. Want ik wil eigenlijk hoge druk zetten en dan van daaruit doorvoetballen. Dat deden we een aantal keren wel goed. Want wij hebben net zoveel kansen gehad voor de rust als VVG. Maar VVG had ook zeker hun momenten. Eigenlijk vond ik dat een ruststand van 2-2, 3-3. Dat was eigenlijk meer de verhouding qua kansen.
Nou, in de rust hebben we kleine nuances gemaakt in het druk zetten. Ja, en als je dan gelijk scoort en dan zulke aanvallen op de mat legt, in combinatie met iets slimmer verdedigend staan. Ja, dan vind ik eigenlijk... Over dat verdedigend staan, want dat koppel Rosien, de Graaf, dat is natuurlijk een levensgevaarlijk koppel. En daar hebben jullie ook op voorbereid om die af te stoppen. Ja, als je dan ziet dat ze dan in die tweede helft helemaal geen kansen meer krijgen. Ja, geen kans is te veel gezegd, maar eigenlijk geen mogelijkheden meer krijgen. Hè? Ja, na de 3-0 weer, omdat wij stoppen met voetballen. Dat vond ik ook niet goed van ons. Ik riep vlak voor de 3-1 ook nog een keer de tempo versnellen in plaats van verlagen. Maar ja, het was warm. In de rust hadden we toch wat jongens die hadden buikklachten. Ik blijf herhalen, we zijn nog helemaal niet fit. Dus we hebben 9 punten, maar we zijn nog helemaal niet waar we wezen moeten. Mag ik dan even over de eerste half uur van de tweede helft? Ik vond dat het voetbal van Urk, wat wij heel graag zien, hoog tempo, veel tempowisselingen en ook veel positiewisselingen. Was dat nou het voetbal wat jij ook voorstaat, die eerste half uur van de tweede helft? Ja, dat denk ik wel. Alleen ik wil dat graag 90 minuten. En we kunnen dit, op dit moment kunnen we het bij momenten. En op dit moment, tot nu toe in het seizoen, maken we op de goede momenten ook een doelpunt. Dat helpt ook. Tegen Sparta Nijkerk achter, gelijk voor. Direct naar de rust een goal. Vandaag voor, gelijk. Daarna een paar keer geluk, maar wel na de rust gelijk een goal. Ja, dat zit allemaal nog niet tegen. Wij kunnen nog veel beter en we staan bovenaan. Dus ik moet Instagram weer even bij poetsen zometeen. Maar we moeten nog steeds gewoon heel reëel zijn. Dit is een mooie start. We gaan dinsdag naar ACV. Ik maak me echt nog steeds zorgen om fitheid. Dus ik ben echt benieuwd hoe we dinsdag weer hersteld zijn van deze aanslag fysiek. En ACV thuis hier in de voorbereiding, ja, dat heeft al wat laten zien wat we kunnen verwachten. Dus ja, ik ben echt weer heel benieuwd wat we dinsdag weer kunnen. Wat wel heel duidelijk is, en dat heb ik eigenlijk in de bespreking ook gezegd. Dit Urk wordt met de week beter. Maar ik ben niet aangesteld om ze elke week te vertellen dat ze beter worden. Ik ben aangesteld om ze elke week te vertellen dat het beter moet. En daar wou ik het bij laten. We hebben een goede start. We genieten ervan. Het publiek geniet volgens mij op volle teugen. Maar dit moet structureel worden. En niet een leuke start en daarna een grote dip. Dit moeten we vanaf nu gewoon elke week brengen uit het thuis. En ja, daar zijn we met staf en spelers hartstikke druk mee. En dinsdag naar Assen. En ik hoop, ondanks dat het in Assen is en dat het een beetje ver rijden is, dat er toch veel Urkers meekomen. Want we kunnen de steun gebruiken. Dan wil ik nog één speler eruit lichten naar de geweldige prestatie van het hele elftal. En dat is, als ik kijk, de groei van de man of the match vandaag, Lucas Graal, in dit seizoen. Dat is een speler die meegroeit met de prestaties. Heb ik dat goed? Ja, hij is getrouwd. Is een vrouw die verricht wonderen. Laten we het daarop houden. Dan Gert-Jan, in ieder geval, dankjewel. En heel veel succes aanstaande dinsdag. En in de volgende wedstrijden.